Hey, wat superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb onlangs mijn boeken van 2023 verzameld en echt gekeken wat heb ik allemaal gelezen. En ik kwam toen tot de conclusie dat ik heel veel series ben gestart, maar niet heb afgemaakt. En ik ben dus de koningin van boeken lezen en dan vergeten dat ik ermee bezig was. En vervolgens na 10, 20, 25 of zelfs soms op 50% het boek compleet vergeten. En met series is het nog net even wat erger. Als het boek niet verslavend genoeg is, vergeet ik hem en maak je de serie nooit meer af. Om die reden is mijn doel voor volgend jaar om meer series uit te lezen. En ik ga vandaag met je doornemen welke series dat zijn. Ik heb zowel een aantal boeken hier al bij me. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Allereerst het boek De Bronzen Stad. Dit boek is onderdeel van de Dafabad-serie van S.H. Chakraborty. En het zijn dus 3 boeken. Ik heb boek 1 gelezen, ik heb boek 2 gelezen. Het was een fantastische serie. Boek 3 is niet zo heel lang geleden verschenen. En ik ben hem gewoon compleet vergeten. Ik weet niet waarom. Ik zag hem in de boekhandel en dan dacht ik elke keer, oh ja, het is wel best wel een duur boek. Hij was iets van €28, geloof ik. En elke keer dacht ik weer, nee, ik ga hem nog niet kopen. Nee, ik ga hem nog niet kopen. Ik mag echt niks uitgeven. Maar daar is verandering in gekomen. Ik presenteer je deel 3 in de Dafabad-serie van S.H. Chakraborty. Deze serie is zo goed. Het is een fantasy-serie. Allereerst zijn het echt prachtige boeken. Maar het is een ontzettend goede serie. Deze trilogie moet je eigenlijk gewoon gelezen hebben. Dit verhaal gaat over Nari. En Nari woont in Cairo. Ze heeft eigenlijk geen huis. En ze leeft dus op straat. En ze komt rond van zwendelpraktijken. En tijdens een van haar zwendelpraktijken roept ze per ongeluk een magische djinn op. En die djinn die neemt haar als het ware onder zijn hoede. Ze doet dus die wens, die djinn komt, die helpt haar. En Nari is best wel een interessante, want zij kan dus meerdere talen spreken, maar ze heeft dus geen idee waarom, want ze kent haar ouders niet. En samen met die djinn gaat ze dus op reis. Ze wordt meegenomen naar de hoofdstad van de magie, Dafabad. Het bijzondere is dus dat Nari echt totaal niet in magie gelooft, maar doordat ze dus die djinn per ongeluk heeft opgeroepen, komt ze er dus achter dat magie zeker wel bestaat. En dat ze dus zelf onderdeel is van de magie. Deel 1 vond ik fantastisch. Ik kon niet stoppen met lezen. Deel 2 vond ik fantastisch. Ik kon niet stoppen met lezen. En toch ben ik de serie vergeten. En heb ik nu dus net pas deel 3 gekocht. En die heb ik gekocht naar aanleiding van kerstcadeau van mijn werk. Want ik mocht een boekenbon uitkiezen. Of ik mocht überhaupt zelf iets uitkiezen. En ik koos voor een boekenbon. En dit was dus het resultaat. Echt in 10 minuten tijd geloof ik dat ik de boekenbon koos. En meteen de boeken bestelde. Ik ben er heel blij mee. Ik ga deze dit jaar zeker lezen. Ik heb er heel veel zin in. Het is een lekker dik boek trouwens. Een stuk dikker dan deel 1 die je hier ziet. Hij is over de 700 pagina's. Nou, dat is nogal wat. Ik ben heel erg benieuwd hoe de ontknoping van dit bijzondere verhaal gaat zijn. In 2023 heb ik Magnolia Parks gelezen. Dit is een boek geschreven door Jessa Hastings. Het is echt een heerlijke serie. Het speelt zich af in Londen. En het is echt een soort, ja, Britse Gossip Girl. Het is echt heerlijk. Ik heb zo genoten van deze serie. Het is zo'n goed verhaal. Het slaat soms ook helemaal nergens op. Het is zo onrealistisch, maar het is zo fijn. Maar ik heb nadat ik boek 1 heb gelezen nooit meer de andere boeken gelezen. En ik geloof dat er nu 4 of 5 boeken zijn. En ik wil heel graag deze serie uitlezen. Maar ik denk dan niet dat ik ze ga kopen als fysiek boek. Want ja, ik vind de omslagen wel heel bijzonder. Ze zijn echt wel bijzonder, zoals je kunt zien. Maar ja, moet ik ze nou echt hebben? Dat weet ik nog niet. Ik zag dat ze dus heel goedkoop als e-book waren. Ze zijn alleen in het Engels, nog niet in het Nederlands. Maar ik denk, omdat ze dus heel populair zijn op TikTok, dat er best nog een grote kans is dat ze in het Nederlands worden uitgegeven. Want je ziet ze echt overal voorbij komen. Ik heb echt veel zin om deze serie op te gaan pakken. Het verhaal gaat over 2 personages. Zij is Magnolia Parks en hij is BJ Ballantyne. Ze hebben een relatie met elkaar gehad, maar dat is uitgegaan. Maar toch zijn ze op de een of andere manier aan elkaar verbonden. Zij is dus een prachtige, maar ook wel neurotische, staat hier, Londense socialite. En hij is echt, ja, de bad boy uit Groot-Brittannië en heeft dus haar hart gebroken. En het verhaal draait om die twee en er gebeurt heel veel en het is allemaal, ja, fancy. Het is heel veel rijke mensen, de dingen die je als normaal mens jezelf niet kunt voorstellen. Genieten geblazen. Dus deze wil ik zeker gaan lezen in 2024. Ik las een tijd geleden de boeken van Holly Black. Ik heb De Vrede Prins gelezen. Ik heb nog een aantal boeken van Holly Black gelezen. Maar die boeken die hebben er een beetje voor gezorgd dat ik Holly Black niet zo leuk vond. Dit boek, deze hele serie, de Elfheim-serie, is heel goed, vind ik zelf. De serie bestaat uit in totaal, geloof ik, 4 boeken. En ik heb dus boek 1 en 2 heb ik al gelezen.
Maar ze heeft dus een aantal andere boeken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn. En die hebben iets met me gedaan waardoor ik eigenlijk geen zin meer had in Holly Black. Heel vervelend. Maar 2024 wordt het jaar dat ik die serie echt wil gaan afronden. Er zijn nog twee boeken die ik moet gaan lezen. Maar dit is echt, ja, weet je, het is gewoon best een goede serie. Het zit heel goed in elkaar. Alleen doordat ik dus een beetje een vervelende ervaring heb met Holly Black, had ik gewoon geen zin meer erin. Dit verhaal gaat over Jude. Jude is een mens. En toen zij 7 was, werd haar moeder vermoord. Haar ouders werden vermoord door een vreemde man die aan haar deur kwam. En ze werd meegenomen naar het Elfrijk. En daar woont ze sindsdien, samen met haar zussen. En daar leven voor de rest helemaal geen mensen. En dat betekent dus ook dat Jude best een lastig leven heeft, omdat ze dus tussen alleen maar elfjes leeft. Jude wordt dus heel veel gepest, maar vooral door de prins Carden. Hij heeft zo de pik op haar en ze snapt gewoon niet waarom dat komt en ze wordt helemaal gek. Maar dan, op een dag, is er dan Cardens broer, de kroonprins. Hij heet Dane. Dane die roept haar dus op en wil dat Jude spion gaat worden. Als het ware als een soort kampioen voor de koning het werk gaat doen. In haar spionnentraining merkt Jude dus dat ze heel veel zelfvertrouwen krijgt. En ze heeft echt wel plezier in haar werk. Maar in Elfheim is dus niets wat het lijkt. En wie hoog vliegt, kan diep vallen. Dit verhaal is zo super spannend. Het zit zo goed in elkaar. En de relaties tussen Jude en de mensen die haar dus pesten. Maar ook de relaties tussen de mensen die ze lief heeft. Zijn echt heel goed uitgewerkt. En je hebt gewoon geen idee hoe dit kan gaan eindigen. En ik heb zoveel zin om de serie af te gaan maken. Dus ik heb hem lekker hoog op mijn prioriteitenlijst voor 2024 gezet. En dan heb ik nog 2 series die ik digitaal heb gelezen. En de eerste is Caraval van Stephanie Garber. Ik had dus nooit het idee dat ik dat een leuk boek zou vinden. Ik weet niet zo goed waarom. Maar dat boek heeft me dus compleet in zijn greep gehad. En ik wil nu boek 2 en 3 ook heel graag gaan lezen. Dus dat ga ik zeker doen. Stephanie Garber zie ik laatste tijd sowieso heel veel voorbij komen op TikTok. Omdat ze nog een serie heeft geschreven die heel goed is ontvangen. En die speelt zich dus af in diezelfde wereld. Dus daar wil ik heel graag aan beginnen. Maar dan wil ik wel eerst eventjes de Caraval-serie uit hebben gelezen. Het verhaal gaat over Scarlett en Donatella. En Scarlett woont samen met haar zus Donatella op een heel klein eiland. En ze woont met hun vader samen. En die vader is aardig gewelddadig. Die probeert die meiden gewoon heel klein te houden. Ze mogen niks doen. Op een dag wordt Scarlett uitgehuwelijkd. En zij wil ontzettend graag naar de magische show Caraval. Ze wil het een keer mee hebben gemaakt. En ze krijgt op een gegeven moment dan een uitnodiging om daar naartoe te gaan. En als je dus dat spel wint, Caraval, dan heb je als prijs dat je 1 wens mag doen. En om die reden wil Scarlett er al helemaal heen. Ze wil namelijk echt weg van haar gewelddadige vader. En een eigen leven opbouwen en zelf een partner uitkiezen. Ze gaat dus naar dat eiland, naar waar Caraval is, samen met haar zus. En dat is echt zo bizar. Er gebeurt daar zo ontzettend veel. Dit boek zit boordevol plot twists. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Je weet niet wat je kunt geloven. En als je bij de laatste pagina bent, wanneer je denkt, nu is het mysterie opgelost, komt er eigenlijk weer een nieuwe mysterie om de hoek kijken. En dat vind ik er heel knap aan. En om die reden alleen al wil ik boek 2 en boek 3 heel graag gaan lezen. En dan de laatste serie die ik in 2024 zeker wil gaan afmaken. Dat zijn toch wel de boeken van de Helse Creaties. Dat is een trilogie. Deze boeken zijn geschreven door Cassandra Clare. Misschien ken je Cassandra Clare ook wel als de auteur van de Shadowhunters boeken of de Chronieken van de Onderwereld serie. Dat is een hele goede serie die ik echt een hele lange tijd geleden heb gelezen. En deze serie speelt zich dus in dezelfde wereld af, alleen dan in Londen. De andere boeken van de Chronieken van de Onderwereld spelen zich af in Amerika en dit speelt zich dus af in Londen. En voordat de Chronieken van de Onderwereld plaatsvonden. Het verhaal speelt zich af in 1878 in Londen en het verhaal draait om Tessa Gray. Zij reist van New York naar Londen nadat haar tante is overleden waar ze bij inwoonde. En ze wordt naar haar broer gestuurd die dus in Londen woont. En als ze eenmaal in Londen aankomt en denkt opgehaald te worden door haar broer, blijkt dat haar broer ontvoerd is. En Tessa wordt meegenomen door de 2 donkere zusters, zoals ze heten, de zwarte zusters. En zij moet met hen mee. Ze komt erachter dat ze dus een bepaalde kracht heeft. Zij kan namelijk heel makkelijk transformeren. En die 2 zusters die haar dus hebben ontvoerd, die willen dus dat ze zich daar gaat op ontwikkelen. En als zij zich dus gedraagt, dan wordt ze weer teruggegeven aan haar broer. Maar hoe langer Tessa daar blijft, hoe meer ze erachter komt dat het allemaal leugens zijn. Dat er niks van klopt. Dat die zusters eigenlijk alleen maar het slechtste met haar voor hebben. En dat haar broer, ja, ze heeft geen idee waar die broer uithangt. Maar dan op een dag komen er ineens schaduwjagers en die komen haar redden. En zij weet dus helemaal niks van die wereld van de schaduwjagers. Ze weet niks van demonen, ze weet niks van magie, ze weet helemaal niks. Totdat ze dus wordt geïntroduceerd aan die schaduwjagers. En die schaduwjagers die nemen haar onder hun vleugels.
En proberen er ook achter te komen wat Tessa nou precies is, want dat hebben ze nog niet eerder gezien. Dus aan de ene kant heb je heel het verhaal van Tessa, die zichzelf dus ontwikkelt en die er dus achter probeert te komen van, ja, wat ben ik nou precies? Wat voor kracht heb ik dan precies? En tegelijkertijd zoekt ze dus naar haar broer. Waar is haar broer in hemelsnaam? Waar hangt die uit? En dan heb je daarnaast natuurlijk het schaduwjagersverhaal, net zoals bij de Chronieken van de Onderwereld. Je leert hun wereld weer goed kennen, je ziet hoe dat in Londen eraan toe gaat. En daar zit dus één rode draad doorheen die alles bij elkaar verbindt. En het eerste boek vond ik zo goed in elkaar zitten. Dat zat zo sterk in elkaar. Daarom wil ik heel graag deel 2 en 3 ook af gaan lezen. Ik heb namelijk boek 1 al eens eerder gelezen. Maar wat er toen gebeurde is dat ik het boek vergat. Ik vergat de serie. En een paar jaar later, 2023, heb ik het boek dus weer opnieuw moeten gaan lezen. Omdat ik gewoon niet meer wist waar het over ging. Maar dat betekent dus wel dat ik moet doorpakken en de serie gewoon moet gaan afmaken. Anders heb ik over een paar jaar waarschijnlijk weer hetzelfde. De komende tijd heb ik dus 5 series waar ik me echt op ga focussen. Series die ik echt wil gaan aflezen. Waar ik heel veel zin in heb om ze af te gaan lezen. Er zijn natuurlijk nog veel meer andere boeken die ik in 2024 ga lezen. En ook nog veel meer series die ik wil gaan lezen. Maar dit zijn ook series die daadwerkelijk al compleet zijn. Of al best ver gevorderd zijn. En daardoor maakt het lezen van deze boeken het een stuk makkelijker. Zo heb ik ook een beetje een goed doel voor ogen. Van dit gaan we precies doen. En dan hoop ik ook gewoon dat de serie die ik wil gaan lezen net zo goed is als dat ik dacht dat hij was. Net zoals bijvoorbeeld die boeken van Holly Black. Het is gewoon al even geleden dat ik die heb gelezen. Dus ik moet ook wel weer eventjes in mijn recensie duiken en kijken wat ik er nou ook weer van vond. Want ik weet het gewoon niet zo heel erg goed meer. En dat is natuurlijk super zonde. En ik heb dit dus doorlopend. Dus daarom wil ik gewoon heel graag de focus op die series, de boeken af gaan lezen. Om ervoor te zorgen dat ik nog precies weet waar het over gaat. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij veel series leest. Dus laat vooral even een reactie achter hieronder. En doe vooral even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral. Daar help je me enorm mee. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik ben snel weer terug. Doei!